Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. En in deze podcast ga ik op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe bouw je aan allianties voor een duurzame toekomst? Of hoe bouw je aan een waardegedreven samenspel tussen organisaties? En het gesprek ga ik voeren met professor Dr. Jaap Boonstra. Jaap, leuk dat je er bent. Vind ik ook. Ik heb er echt naar uitgekeken. Ik ook. Voor degene die de podcast al langere tijd volgt. Jij was er in het begin ook al bij, aflevering 22. Om het over een boek te hebben, Samenspel, over spelend veranderen. Ja. Maar nu ben je bezig geweest met een heel mooi nieuw boek wat ik heb mogen inzien. En daar gaan we het over hebben. Leuk. Voor degene die jou niet kennen, een korte introductie. Jij bent onder andere professor in Organizational Dynamics aan de ESADE Business School in Barcelona. Je bent ook verbonden aan de NSOB, dat is de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Dat zit onder andere, volgens mij, in Den Haag, hè, als ik het goed heb. Ja. En je bent ook gasthoogleraar bij de Rotterdam School of Management voor Executive Opleiding Corporate Communication. Nou, je doet nog veel meer. Je bent zelfstandig organisatieadviseur, wetenschapper en schrijver van onder andere het boek Veranderen als Samenspel. Maar bijvoorbeeld ook, denk ik wel bekend, Leiders in Cultuurverandering en Veranderen van Maatschappelijke Organisaties. Nou, je hebt veel geschreven, veel onderzoek gedaan. Ik vind het ontzettend leuk dat je in de podcast bent om het over samenwerken te gaan hebben. Ik denk heel actueel. Interprofessioneel samenwerken, over de grenzen van organisaties heen kijken. Ja, kan je niet meer zonder. Nee, dat, we moeten misschien ook wel, hè? Nou ja, als je kijkt naar de huidige vraagstukken van klimaat, armoede, gezondheid, dat zit allemaal tussen organisaties. Dus als je daar echt van betekenis wil zijn, dan zou je moeten samenwerken tussen organisaties. Ja. En dat kan maar het handigste in allianties. Ja, allianties, dat is ook wel een interessant. Allianties zijn dat soort korttijdelijke samenwerkingsstructuren, vormen? Nee, het leuke van allianties is, de mensen die waardegedreven allianties, die hebben een veel langere levensduur dan bedrijfsallianties. Oh ja. En zo'n joint venture, Samsung en Sony die samen gaan om beeldschermen te maken, maar dat valt op een gegeven moment uit elkaar. Ja. Intel, Apple, ook heel leuk. Intel die levert de chips voor de telefoons van Apple, iPhones. Ja. Maar ja, die is ook gestopt, hè, want ze doen het nu zelf. Ja. Dus die hebben elkaar maar tijdelijk nodig, maar die maatschappelijke vraagstukken die bestaan voor langer. Dus die maatschappelijke organisaties of die maatschappelijke allianties bestaan ook veel langer. En hebben veel meer een waardegedreven betekenis die ook veel bindender is. Een van de oudste is het Rode Kruis. Het bestaat al meer dan 100 jaar. Ja, ja. Het is eigenlijk een alliantie van allemaal lokale Rode Kruis vrijwilligersorganisaties die met elkaar zorgen voor gezondheid voor mensen die het echt heel lastig hebben. Ja. En die vinden elkaar dan onder de noemer van een gemeenschappelijke naam, een gemeenschappelijke vraag? Nou, ik denk zelfs gemeenschappelijke ambitie. Een ambitie. Die mensen helpen die echt met gezondheid worstelen in gevaarlijke gebieden of waar een crisis aan de orde is en dan willen wij er zijn. En in die zin is dat, ik zie het als een waardige bedreven alliantie. Ja. Leuk. En je hebt dat boek samengeschreven met Marcos, ik ga zijn achternaam waarschijnlijk verkeerd uitspreken, Eguiguren. Nou, dat is heel goed. Klopt dat wel? Ja, klopt heel goed. Met hem heb je het boek ontwikkeld, gemaakt? Ja, dat was eigenlijk heel leuk, want Marcos die is als uitvoerend directeur betrokken geweest bij de Global Alliance for Banking on Values. In Nederland is dat de Triodos Bank. Maar er zijn wereldwijd 100 Triodos-achtige banken, dus ethische banken die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. En die hebben een alliantie. En daar is hij 6 jaar uitvoerend directeur van geweest. Kijk. En hij zei op een gegeven moment, ik wil eigenlijk wel een boek over allianties schrijven, doe je mee? En toen heb ik me laten verleiden, want het is natuurlijk wel een heel mooi thema. Ja, maar ook wel een klus om het te schrijven misschien. Ja, dat viel wel een beetje tegen. Want kijk, wat ik fascinerend vind, als je kijkt naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Ja. Dat gaat echt, gezondheid staat hoog, duurzaamheid staat hoog, armoedebestrijding staat hoog. En onderwijs staat op nummer 1. En nou, dat is denk ik al 10 jaar geleden, was ik betrokken bij een summit. Mm-hmm. Een soort, ja, hoe noem je een summit? Een conferentieachtig met kinderen in Zuid-Afrika, in Soweto. En die mochten een top 10 samenstellen wat nodig was om de wereld te verbeteren. Kofi Annan, de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, was er ook. En die kinderen, zo, kinderen tussen de 10 en de 17 jaren, die zetten onderwijs op 1. Ja.
Wat is nodig om de wereld te veranderen? Onderwijs. Nou, dat vond ik... En ik denk dat ze gelijk hebben. Want als je in het onderwijs zit, dan kan je je een toekomst verbeelden als kind. Ja. Je kan in je levensonderhoud voorzien. Je kan jezelf ontwikkelen. Armoedebestrijding stond op 2. Dat gaat dus over geld. Gezondheidszorg toen, aids-achtige problematieken, staat op 3 in die tijd. Snap ik ook. Ja. Maar dat die kinderen onderwijs op 1 zetten, armoedebestrijding op 2. Ja, ik vind het fantastisch. En toen dacht ik dus van oké, geld zetten die kinderen op 2, maar onderwijs staat dus op 1. Maar ik werk bij een alliantie van universiteiten wereldwijd. Ja. 34 universiteiten die als ambitie hebben om verantwoordelijke leiders op te leiden. En toen ging ik me in die alliantie verdiepen. Nou, fascinerend, die bestaat 35 jaar. En begon als Europese scholen samen. Ja. Nog voordat de Europese Unie bestond. Nog voordat de Berlijnse muur gevallen was. En de ambitie van de 2 mensen die begonnen, die was, wij gaan 1 onderwijssysteem in het managementonderwijs binnen Europa opzetten. Om bij te dragen aan een vredelievend Europa. Kijk, dat is wat ik bedoel. Dat is een bindende ambitie. Ja. Die tastbaar is, die ergens over gaat, waar mensen mee willen doen. Ja, dus dat, toen dacht ik, nou, dan doe ik die. En dus er staan 2 voorbeelden in het boek. Ja, dat zijn de 2 voorbeelden die uitgebreid besproken worden. Ja. Dus dat is ook echt heel lezerswaardig en toegankelijk ook uitgewerkt. Maar dus heb je eigenlijk al een belangrijk punt wat je aanhaalt in die alliantie. Dus dat het echt een soort bindend perspectief is. Hè? Iets wat lonkt, iets wat nieuwsgierig maakt, of waar je je druk over kan maken. Dat dat echt een startpunt is om met elkaar over die grenzen heen te gaan kijken. Ja. Ja. Kijk, die Global Alliance for Banking. Dat waren 3 mensen, een bank uit Bangladesh, notabene. Ja. Triodos Bank, Peter Blom hier in Nederland en een bank uit Canada. En die zijn begonnen na de vorige financiële crisis, 2008. En hun ambitie was, wij moeten laten zien dat een andere manier van bankieren mogelijk is dan die grote systeembanken. Ja. En in de loop van de jaren is die ambitie steeds scherper geworden. Want de ambitie is nu het wereldwijde systeem veranderen in een duurzame manier van bankieren, waarbij mensen, gemeenschappen en de wereld zelf voorop staat, boven winst maken. Ja, het gaat ergens over. Ja. Het geeft energie. Ja, het geeft mij energie, ja, het geeft die mensen ook energie. En we zitten trouwens hier in Zeist en de Triodos Bank zit hier ook. Zit hier vlakbij. Zit hier vlakbij, ja. Hey, en je hebt iets gezegd over die aanleiding van het boek. Hoe past dit boek nou in je, als je wat uitzoomt in je eerdere werk, in je onderzoekslijn? Kan je daar iets van relaties tussen zien? Al, ja, dat is duiding achteraf. Ja, ja, tuurlijk. We zijn gewoon begonnen met het boek over allianties. Ja. Ja, en achteraf, nu zeg ik, wat interessant eigenlijk, want veranderen als samenspel gaat ook over samenspel. Ja. Maar dan binnen organisaties. En dit gaat eigenlijk over het samenspel tussen organisaties. Wat misschien nog wel ingewikkelder is. Ja. Omdat er allerlei paradoxen spelen. En omdat die waardedefinitie zo relevant is. Dus het is misschien wel een beetje een vervolg op veranderen als samenspel. Ja. Maar ik kan nog wel verder teruggaan. Want in mijn oratie, maar dan, dat is 20 jaar geleden, toen had ik het al over dynamische werelden waar veel gebeurde en waar je met z'n allen betekenis aan moest geven om er iets aan te doen. Ja. Dus het is misschien ook wel een doorgaande lijn van denken die steeds concreter wordt. Want nou, wat je zegt, in het boek staan die 2 voorbeelden centraal. We hebben dus eigenlijk vanuit de praktijk geschreven. Ja. En dat is met veranderen als samenspel deels het geval. Maar hier wel echt helemaal. Maar jij slaagt er toch eigenlijk altijd wel in om vanuit je wetenschap toch heel praktijk en toegankelijk te schrijven en onderzoek te doen op een of andere manier. Want het boek is ook heel, het leest lekker. Het is niet super complex geschreven. Ja, het mag, ik wil niet zeggen dat het ermee simpel is. Dat is vaak veel moeilijker. Is dat iets wat je altijd wel hebt proberen te doen? Want dat is in je oratie ook wel zo, vind ik. Nou, het is ook wel theoretisch, maar het is wel, die oratie, het leest is wel conceptueel, hoor. Ja, toch als wel. Als ik dat teruglees, dan denk ik van nou, volgens mij wist ik nog niet zo goed waar ik het over had, als ik heel eerlijk ben. Kan je toch gewoon nog leraar mee worden. Ja, ja. Hey, en wat maakt dat samenwerken nou ingewikkeld? Je zei al iets over die paradoxen, daar gaan we het straks nog over hebben. Kan je iets vertellen over, nou, bijvoorbeeld dat banking, hè, dat idee van een duurzame wereld, een verantwoordelijk financieel beheer, het goed doen met elkaar. Wat maakt het complex in de praktijk? Stel je voor, die 3 mensen van die
ethisch waardegedreven banken. Die komen bij elkaar en die zeggen, wij hebben een droom. En dat is laten zien wie we zijn, wat we kunnen betekenen. En tegelijkertijd gaan we een alternatief voor het huidige financiële systeem ontwikkelen. Ja. Nou, dat gaat nog best goed. Die mensen kenden elkaar, die vertrouwden elkaar. Die hadden die inspiratie gezamenlijk. Ja. Maar ja, met z'n drieën kom je niet zo ver. Dus toen zijn ze in hun eigen netwerk gaan kijken. En toen vonden ze nog 13 andere mensen die misschien ook wel mee wilden doen. Nou, en dan ga je vragen van, nou, doen jullie mee? En dan is de eerste sessie is met 15 mensen. Ja. En dan zeggen zij van, ja, Het wordt al iets ingewikkelder. En in die eerste fase, het meest ingewikkelde was, een aantal banken zeiden van, ja, duurzaamheid, dat gaat bij ons niet over milieu. Zoals in de Noord-Europese banken. Maar dat gaat voor ons, dat onze communities, onze gemeenschappen kunnen leven. Dat ze water hebben. Bangladesh, Afrika, Latijns-Amerika. Dus er zat al meteen een spanning van, wat zetten we nou voorop? Een duurzame wereld of duurzame gemeenschappen? Ja. Nou, en dan ga je zoeken en dan kan het allebei. Nou, de tweede stap was, laten we nu zien waartoe we in staat zijn. Dus gaan we meteen naar buiten? Of gaan we eerst definiëren wat we zelf verstaan onder waardegedreven banken? Ja, zo herkenbaar. Nou, wachten, analyseren of meteen erop uitgaan. En die spanningen is het relevant om te overbruggen. Ja. Nou, die alliantie van banken heeft gezegd, en ik denk heel goed, we moeten eerst met elkaar de waarden, waar hebben we het over, wat is het, scherp zien te krijgen. Daarop kunnen we van elkaar leren. Kunnen we elkaar versterken. En als we die hebben, dan kunnen we ons ook naar buiten profileren. Kunnen we impact hebben. Want ja, anders is er geen krachtige basis. Mm-hmm. En achteraf gezien is dat een fantastische keuze geweest. Want ze hebben 6 principes ontwikkeld die echt leidend zijn. Ja. En als je als bank wilt toetreden, word je ook getoetst op die 6 principes. Die 6 principes zijn daarna uitgewerkt in een hele scorecard, een meetinstrument, een matrix. En daarmee kunnen ze zich nu ook vergelijken met die grote systeembanken. En dan blijkt dat ze en meer impact hebben in de wereld. Ja. En stabielere financiële systemen hebben. Dus ja, dat is wel een goede keus geweest. Maar die keuzes zijn niet vanzelfsprekend. Nee, dat vraagt ook echt door. Ik moet denken, ik heb ooit eerder een keer een samenwerking tussen 2 grote ROC's proberen te begeleiden. Die wilden ook samengaan in kleinschalig onderwijs. En wat daar bijvoorbeeld steeds naar voren kwam, is dat eigenlijk naarmate je in omvang, naarmate het project groter werd en meer mensen betrokken bij raakten, dat niet iedereen dezelfde taal sprak. Dus bijvoorbeeld het woord curriculum, daar alleen al hadden mensen allerlei verschillende opvattingen over. Of bijvoorbeeld de propositie die je had, de reden om te gaan samenwerken, daar was niet iedereen mee eens. En naarmate het groter werd, achteraf vond ik het eigenlijk veel ingewikkelder worden. Ja, dat is natuurlijk, en al die allianties, als je impact wil hebben, die nemen in het aantal leden toe. Ja. Maar dan gaan er ook meer spanningen ontstaan, visieverschillen. Ja. Inderdaad, het gaat over taal. Ja, wat is dan duurzaamheid? Ja, precies. Nou, pel het uit, maak het concreet. Ja. Maar dat vraagt dus wel denktijd en werktijd met elkaar. Je kan dat niet zomaar. Dus zeg jij daarmee ook van, zou jij dan ook de lijn volgen, eerst met elkaar goed helderheid hebben op wat je bedoelt voordat je naar buiten gaat, naar de markt toe gaat of naar de partners gaat met wie je wil samenwerken? Of is er niet zo'n routekaart op de markt? Nou, wat wel een heel belangrijke leerervaring is uit die allianties die we bestudeerd hebben, maak allereerst je ambitie heel erg duidelijk. Ja. En die ambitie gaat over, wat is onze missie, waarvoor willen we bestaan? Wat is onze toekomstvisie? Waar willen we naartoe werken? En wat zijn de waarden die we daarin delen? En als je dat niet eerst echt aandacht aan geeft, dan is de kans dat het verwatert op een gegeven moment is heel groot. En tegelijkertijd is het dus ook de kunst om als zich dat ontwikkelt, om je dan ook weer met elkaar in gesprek te blijven wat het betekent. Ja. En dus neem die alliantie van die universiteiten. Nou, dat begon met 2 mensen. Ja. Eentje uit Spanje en eentje uit Frankrijk. Jean-Paul Larson en Louis Puges. En die hadden allebei rector van een business school. En die zeiden, nou, laten wij eens met elkaar praten. Ja. Want we kunnen vast van elkaar leren om excellent te worden in het onderwijs wat we geven. Ja. En daar is het gesprek begonnen. Ja. En op een gegeven moment zeiden ze van, ja, maar
als we nu om ons heen kijken naar Europa. En we willen naar een vredelievend Europa. En we willen daaraan bijdragen met onze scholen. Wat kunnen we dan doen? En ja, dat is echt toevallig. Het idee is ontstaan in een kroeg in Montmartre. Waar ze een keer wat gingen drinken. En daar... En die kroeg heet toevallig De Droom. Dat vind ik ook wel een mooie anekdote. En daar ontstond de droom om een alliantie van Europese businessscholen te maken. Die verantwoordelijke leiders opleidt om bij te dragen aan een vredelievend en samenhangend Europa. De Europese gemeenschap bestond toen in die vorm nog niet. En de Berlijnse muur was ook nog niet gevallen. Dus die waren echt in hun denken hun tijd ver vooruit. Echt wel koplopers. Ja, koplopers. En die hebben daar toen twee anderen bij gezocht. En die hebben een gemeenschappelijk curriculum gemaakt. Ja, ja. Voor universiteiten. Voor een Master International Management. Ja, zo begon dat. Het is echt wel ook leiderschap, hè? Er zijn echt mensen die... Maar is het dan ergernis? Soms kan je ook leiderschap tonen, want je denkt, het moet anders. Hè? Een soort irritatie of zo. Of is het meer een droom of een soort verlangen? Of vind ik wel een mooie beetje vraag. Allebei, of? Vind ik wel een mooi. Ik geloof dat die Glow Alliance for Banking... Dat kwam wel voort uit een soort irritatie, denk ik. En uit een crisisgevoel van de vorige crisis. Economische crisis. Ja. En we willen laten zien dat wij bestaan, dat anders kan. Ja. Terwijl die alliantie van die universiteiten, van die scholen... Ja, dat is echt vanuit een droom. Vanuit een soort toekomstbeeld. Toekomstbeeld waarvoor je wilt bestaan, is dat ontstaan. Ja, prachtig. Ja. Maar er kwam natuurlijk wel een crisis, want uiteindelijk waren het 17 Europese scholen. En dan komt de vraag, willen wij ook wereldwijd? Ja, global. Global. Nou, dan komt dus jouw punt. Die Europese scholen, die kon je nog wel op één lijn krijgen. Die hebben ook allemaal zo'n beetje naar Bologna hetzelfde onderwijssysteem en dat lukt nog wel. Maar ga je dan wel of niet wereldwijd? Ja, maar als wij verantwoordelijke leiders willen opleiden voor een betere wereld... Beter Europa, waarom dan ook niet een betere wereld? Ja. Ja. Ja, maar goed, wat betekent dat? Nou, die discussie heeft 10 jaar geduurd. Ja. En toen is besloten om toch een wereldwijde alliantie te worden. Nou, met een eerste uitbreiding naar Azië. Maar ja, daar hebben ze hele andere onderwijssystemen. Ja, ik wou zeggen, andere filosofie. Andere filosofie. Maar ja, goed, een van de waarden was interculturele samenwerking binnen Europa. Maar waarom dan ook niet wereldwijd? En... empathie naar elkaar was ook een van de waarden. En ethisch denken was ook een van de waarden. En respect was ook een van de waarden. En daar kan je elkaar wel op vinden, zou je kunnen zeggen. En daar kan je elkaar op vinden. Ja, ja, ja. Want dan het verschil kan bestaan ja. op basis van integriteit, respect, interculturaliteit. Ja. Maar je snapt dat het niet eenvoudig was. Daar moet je het wel over hebben. Maar daarom zijn die waarden zo belangrijk. En daar moet je dat heel helder en scherp blijven stellen. Ja. Ja, precies. En je hebt nu, als je het hebt over regionaal samenwerken, allianties, is het in het onderwijs ook heel erg in. Hè? Nu ook vanwege noodzaken, er zijn enorme tekorten. Steeds meer regionale aansturing, ook vanuit landelijk. Hè? Dus dat PABO's en hogescholen het regionaal samen met scholen oplossen. Wat mij dan wel opvalt, is dat als je kijkt naar dat soort documenten, want ik vind dat wel aardig om die dan te lezen, zijn vaak hele grote, hoog van de toren, hè? Mooie woorden... hoge verwachtingen is nu helemaal in de mode en excellent onderwijs en kinderen mogen hun dromen najagen. Nou, het gaat maar door. Maar dan vaak onder de streep valt het uiteindelijk een beetje tegen. En dan zijn het vooral ook wel een beetje soort vergadermachines. Ja, ik chargeer een beetje. Je hoort mijn eigen opvattingen ook natuurlijk in door. Maar herken je dat nou ook, dat je dat ze vaak wel goed zijn in dat het grote denken, een beetje de toekomst. En als het dan onder de streep erop aankomt, het ze niet lukt om ook eigenlijk dingen te maken. Want dat is natuurlijk wel belangrijk in zo'n alliantie, dat het uiteindelijk zich ook laat zien in de praktijk. Ja, superbelangrijk. Ja, je ziet me in de lach schieten. Lange aanloop. Maar, Want, nee, helemaal niet. Want ik herken het heel erg. Wat je ziet bij heel veel scholen, gewoon in het onderwijs, is die schaalvergroting. Die ROC's zijn gigantisch groot geworden. In het voortgezet onderwijs zie je ook allerlei combinaties ontstaan. Ja. En dan krijg je inderdaad vergadercycli. Waar gaan we eigenlijk over? En waar staan we voor? En waar gaan we voor? En wat zijn onze waarden? Is het regels en visie? En, nou, dat zijn vaak lange stukken. Terwijl, als ik dan naar die alliantie van die universiteiten kijk, met die 4 mensen, op een gegeven moment hebben die allemaal hun ambitie, persoonlijke ambitie, gewoon handgeschreven. En daar hun naam onder gezet. Dat was 1 A4'tje. Ja, ja.
Overigens zonder toestemming van de leiding van hun universiteit. Hè? Dus dat vind ik ook. Ja, dat is zichzelf al. Dat is op zich al. En dan hebben ze hun handtekening al gezegd en zeggen, hier staan we voor. Daar is begonnen. Ja. En dat was klip en klaar. En van daaruit is het verder uitontwikkeld. Maar het is eigenlijk, op waardeniveau was het zo duidelijk. Terwijl ja, als je het niet kan verbinden naar concreet gedrag, naar concreet handvatten, ook naar concreet waar we niet van zijn, of wat we hier niet doen, hè, want dan wordt het vaak nog concreter. Ja, 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 dan blijven het een soort wollen dekens, ja, 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 die ook heel veel smoort. Dus het is eigenlijk wel een goede test. Kan je samenwerking op een bierveeltje bij wijze van spreken, ja, uitschrijven? Ja. En durf je er ook je handtekening onder? Dat is ook wel een mooie, ja, vraag. Ja, mooi, hè? Ja, dat zetten ze gewoon eronder. Ja, ja, want je ziet ook toch wel ook in onderwijs, daar kom ik zo nog op, daar heb ik nog een vraag over van een luisteraar, van dat we wel het heel veel hebben over vakmanschap, leraar centraal, teams aan zet, maar dat er uiteindelijk wel veel hiërarchie is. Hè? Maar misschien moet je wel juist voelen, oh, hiërarchie of niet, dit vind ik echt persoonlijk belangrijk. Ja, nou, dat is één. De persoonlijke droom, de persoonlijke ambitie, kan ik die terugvinden. Ja. En tegelijkertijd kan ik het concreet maken. En nou, ik vind Albeda College een prachtig voorbeeld, hè, van concreet, ja, maken. In Rotterdam. Ik hou van dat college. Die zitten in de meest ingewikkelde wijken, kwetsbare, ja, wijken. Ja. En wat zeggen die dan? We zijn de emancipatiemotor. Ja. Denk van ja, maar dat vind ik al raak gekozen. Want dat is dan verbonden van wat wij doen is betrokken burgers opleiden. Ja. Denk van, oh ja, maar dat past bij die emancipatiemotor. En dan zeg je, en we zijn toegankelijk voor iedereen. Ja. En dat maken ze waar. Ja. En dan ben je dus ook echt een emancipatiemotor. En daarna zeggen ze dan van, en wij werken in een sociale en een veilige leer- en werkomgeving. In die wijk is dat ook hartstikke nodig. Ja. Dat in ieder geval die school een plek van rust en veiligheid is. En om dat te realiseren, hebben we dan kleinschalige en herkenbare colleges. Ja. Denk van ja, maar nou, weet je, en dat hele verhaal, dat klopt. En dat kan je voelen in die kleinere colleges. En dan heb je wel een groter samenwerkingsverband. Maar de vertaling daarvan, van ook deze waarden, ja, die samenhangen, die deugen, die kloppen, die coherent zijn, die dan weer vertalen naar het niveau van het onderwijs. Ja, ja, dat doen ze daar echt waanzinnig goed. Het is wel leuk dat je het zo zegt, want eigenlijk zijn bijna termen die je direct kan doorvertalen naar kritische beroepssituaties. Van wat zie je dan een leraar of een leerkracht, yes, of een docent of een werkbegeleider of een stagecoördinator, ja, doen? En zo concreet mag het dus ook zijn. En het is ook wel, ja, ja, inderdaad, want Rotterdam is een uitdagende omgeving, hè, voor studenten en jongeren. En juist die plek bieden, onderwijs als grote gelijkmaker en, ja, als plek waar je werk kan maken van je talent. Dat is eigenlijk dan een belangrijke waardegedreven alliantie. Want ik vind dat waardegedreven, ja, wat, ja, ze daar doen. Ja. En vertaalt gewoon tot, nou ja, de samenhang deugt. Ja. En als dat verhaal verteld wordt, ja, dan zie ik de leerlingen voor me. Ja. En die vind ik essentieel. Ja, ja, ja. Dus gaat mij niet alleen om de bestuurders of om de leerkrachten, maar zie ik in het verhaal de leerling voor me en wat zo'n leerling dan beleeft. En wat je samen creëert. Ja, daar gaat, leuk, het over. Hey, in je boek heb je het ook over de historie van allianties. Hè? En ja, onder andere, nou ja, hoe je kan kijken naar samenwerksverbanden door de tijden heen. Nou, je had het, noemde even het Rode Kruis. Ik dacht ook van, ben ik de laatste tijd ook wel wat meer over aan het lezen. Ja, in het kapitalisme is natuurlijk meer geld verdienen ook altijd een aanjager geweest voor samenwerken. Ja. Winstmaximalisatie. Ja. En met name in de 20e eeuw. Hoe kijk je daar nou naar? Ja, dat haalt natuurlijk ook niet altijd het beste in mensen naar voren. Tegelijkertijd zorgt het wel voor een enorme innovatieve drive bij mensen. Geld verdienen. Of zeg je van, ja, nou, ja, je hoort al een beetje, hoe kijk je, ja, daarnaar? Ik kijk al een beetje moeilijk. Beetje moeilijk. Ja, weet je, geld is voor mij persoonlijk nooit de motivatie geweest. Nee. En ik denk, als geld een motivatie wordt, dan, nou, worden nog wel eens de verkeerde afslagen genomen. Maar allianties bestaan wel heel lang. Ik bedoel, de Griekse steden die gingen al samen in allianties. De universiteit in de middeleeuwen. Ja. We hebben de meeste gezelrelaties. We hebben de Hanzesteden. Ja. We hebben het VOC. Dat zijn eigenlijk allemaal allianties. Die bestaan al lang. Ja. Maar ik denk dat op een gegeven moment in de 20e eeuw is het wel wat ingewikkeld geworden, ja, met die allianties. Je kreeg grote conglomeraten. Ja. Die waren nauwelijks meer te controleren. De gasunie.
Nou, laten we ook een actueel voorbeeld nemen. Ja, dat is best actueel. Een alliantie van de overheid en toen Esso en Shell. Ja, die hebben wel het gas uit Groningen leeg gepompt, maar even niet meer naar de omgeving en de gemeenschap daar gekeken. En op het moment dat het spannend wordt, gingen Shell en Esso eruit en ja, bleef de Staten over met de ellende. Ja, daar is het ontspoord. OGEM, nou ja, dat weet niemand meer, maar dat was eigenlijk ook zo'n bedrijvenconglomeraat wat nauwelijks meer te controleren was. RSV, dat zegt misschien een aantal mensen ook nog wel wat. Nou, jou ook al niet meer. Nee. Daar heeft de overheid heel veel geld in gestopt. Er kwam niks meer van terug. Nee, dus daar zit iets in, op het moment dat je dus eenzijdig gaat kijken naar... zoals bij gas, ik heb daar toevallig die podcast over geluisterd naar aanleiding van de parlementaire enquête. Voel je het ook doorklinken van we hebben iets te pakken hier. Hè? We gaan gewoon alles doen om zoveel mogelijk geld hiermee te verdienen. Het is ook welvaart, welzijn, allemaal wat te begrijpen, allemaal wat te verklaren. Maar het brengt ook schade toe aan mensen. Het brengt schade toe. Nou, maar wat dan wel weer interessant is, als je terugkijkt. Je in die tijd van kapitalistische groei, laten we het zo toch maar even noemen. Was er ook een alliantie, de Rochdale Society. En die vind ik ook weer fascinerend. Dat zijn eigenlijk arbeiders die samen het heft in handen nemen. En zeggen, wat wij gaan doen is een gemeenschap bouwen waar we voor elkaar zorgen. Ja. En die hebben de principes geformuleerd. En dat is geen winst maken. En iedereen heeft een stem die meedoet. En goed onderwijs voor de mensen zelf, dus opleiding, en voor hun kinderen. Dus ook daar komt onderwijs weer terug. Ja. En die Rochdale principes, die als je die leest, die zijn nog steeds hartstikke actueel. En ja, dit is gewoon eind 18e eeuw. Ik heb er nog wel een vraag over van een van de luisteraars, van Theo Hermsen. Die ken je misschien wel, zijdelings ook in de podcast geweest. Springen we even helemaal naar vooruit. Nu leven we heel erg in netwerken. Dus ook als ondernemers en ZZP'ers, kijk maar in het adviesvak, maar in tal van disciplines. De vraag die hij stelt is dit. Vroeger waren organisaties ook wel een thuis. Hè? Dan ging je dan met z'n allen lunchen. Je had Sinterklaasavond en zo. En vandaag de dag is die geborgenheid, die kerstviering minder. En maken we uit van allerlei netwerken. En hoe creëer je dan een thuis? Hoe kijk je daar nou naar? Dat is een beetje een grote vraag, maar ik vind hem wel heel interessant. Nou, het is een super vraag. En ik herken hem ook persoonlijk ook wel, dat ook wel een punt is. Ja. Kijk, het gaat erom dat je toch mensen bij elkaar brengt. Bijvoorbeeld. Die alliantie van die scholen, van de universiteiten. Ja. Twee weken terug hadden die een loopbaan-event. Toevallig was dat in Barcelona, waar ik toen was. Stel je even voor, die hebben 74 bedrijfspartners. Maken deel uit van de alliantie. Doen mee in de besturing, in de besluitvorming. En op dat loopbaan-event voor die studenten waren er 47. Dat duurt 2 dagen. Die bedrijven die geven vaardigheidscursussen van 2 uur. Kunnen die studenten aan meedoen. Ik vind een hele interactie plaats tussen studenten, die bedrijven. Fascinerend om te zien. De studenten kunnen koffiechats houden. Er waren 800 studenten. Er waren meer dan 1600 koffiechats. Er waren loopbaangesprekken. Er waren jobinterviews. Er waren meer dan 600 jobinterviews. En het bruiste en het praten en er kwamen dingen naar boven. En er waren een aantal gemeenschappelijke bijeenkomsten. Dit is geen kerstviering, maar het gaat er wel om van, kan ik ontmoetingen organiseren? Hoor ik ergens bij, hè? Dat is ook een punt van het idee van die sociaal kapitaaltheorie, de need to belong. Ik ben ingebed in een netwerk en deze mensen horen ook een beetje bij mij. Dit is dus echt georganiseerd. Het is natuurlijk heel rijk als je voelt, ik ben daar en ik kan allerlei mensen ontmoeten, slimmer worden. Het heeft ook economisch nut, hè? Ja. Dus zo kan je ook nog kijken. Tuurlijk. Nee, maar het samengaan van en het sociale en het economische nut, die spreken elkaar niet tegen. Dit is wel interessant, want in deze tijd waar je toch heel veel ZZP'ers ziet, in ons vak steeds meer, maar bijvoorbeeld ook, je ziet het ook bij de postbezorger, maar ook de verpleegkundige. Maar waar hoor je dan nog bij, hè? Dat sense of belonging. Dat wordt alleen maar essentiëler op dit moment. Ja. Op het moment dat mensen zich meer verloren voelen. Ja.
En dat is, maar dat is dus ook voor een deel te organiseren. Ja. Maar het begint al met, waar staan wij nou eigenlijk samen voor? Ja. Wat is nou onze droom? Ja. En als je de droom deelt, dat geeft ook al een sense of belonging. Ja. Ja, en die scholen die hebben over 2 weken in Cairo, want daar zit een van de scholen, hebben ze hun officiële graaduitreiking. Wauw. Daar zijn 1200 studenten die allemaal hun graad krijgen. Die komen vanuit de hele wereld, komen die daar naartoe. Ja, of dat sustainable is met vliegen, weet ik niet. Maar het is wel een gebeurtenis. Ja, ja. En kan je gebeurtenissen creëren, belevenissen creëren, mensen bij elkaar brengen. En ja, daaromheen vinden ook allerlei besprekingen plaats in uitwisselingen. En nou ja, dat is super interessant. Maar dat is ook dat sociaal kapitaal, die netwerken, de need to belong. Dat je ook je principes daar uit mag spreken, kan spreken. Ja. Dat je daar plannen kan maken, initiatieven kan ontplooien. Ja. En, dat, en dus samen kunt werken. Nou ja, goed. Dus 10 jaar geleden hebben ze, was de vraag, gaan we mondiaal ja of nee? Ja. Nu is de vraag, en het, dat is een fundamentele vraag, maar die is niet zo simpel. Er is dus ook nog geen antwoord op. Maar de vraag is, gelet op de maatschappelijke problemen waar we nu mee te maken hebben, gelet op de Sustainable Development Goals, dat zijn allemaal vraagstukken of thema's of ambities die je niet meer vanuit één discipline ook meer kan oplossen. Nee. Dus ook niet alleen vanuit de managementdiscipline. Betekent dat dat wij onze masteropleiding ook gaan openstellen voor mensen vanuit geneeskunde, vanuit engineering, vanuit psychologie, vanuit de kunsten. Wat weer een nieuwe invalshoek kan geven, juist in die ingewikkelde vraag. Ja, hoeveel diversiteit van hoeveel expertise kan je aan? Nou, en dat is nu de vraag. Ja. Er is nog geen antwoord op, hè? Maar dat antwoord zal zich wel ontvouwen. Ja. Maar ja, zo ontwikkelt zo'n alliantie zich. Ja, maar die essentiële vragen samen op tafel durven leggen. Spannend. Daar ook niet meteen een antwoord op hoeven te vinden, maar het bespreken. En ik weet wel wat. Ik kan bijna voorstellen dat de scholen uit Azië zeggen, ja, maar natuurlijk moet je ingenieurs toelaten. Dat zit in de cultuur van India en van China. Ja. Maar ik weet zeker dat ze in Latijns-Amerika zeggen, ja, natuurlijk moet je politicologen toelaten. Want die zitten in community development en ontwikkeling. Dus ook daar zijn alweer verschillen. Ja. Ja. En hoe breed en hoe smal. En, nou ja, maar dat gesprek voeren, de beslissing niet forceren, dat brengt mensen ook alweer samen. Mm. En dat bekrachtigt weer waarvoor we met elkaar staan en gaan. Is er dan ook, naarmate we dus meer richting die allianties gaan toebewegen, ik denk dat dat wel duidelijk een soort trend is. Het was een vraag van een luisteraar van William, even voor de duidelijkheid, William James Langton, een hele mooie, mooie Engelse naam, maar hij schrijft hem in het Nederlands. Hij zegt nou, we hebben natuurlijk ook wel te maken met een hiërarchische structuur en cultuur in organisaties. Gaan we dat dan loslaten? Zie jij een beweging waarin we minder last gaan krijgen van die hiërarchie? Hoe kijkt professor Boonstra bijvoorbeeld aan tegen het Spotify-model? Ja, ik ken James. Leuk. Oh, je kent James? Ja, oké. Okay. Ontzettend leuke man trouwens. Okay. Dank je wel voor de vraag. Het is niet of. Nee. Wat ik zie bij die SEMS-alliantie. Ja, als je met z'n vieren bent, bespreek je het gewoon aan tafel. Ja. Ben je met z'n 16 en moet je al iets meer organiseren. Ja. Dus dan komt er een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. Ben je met z'n 34 plus 74 bedrijven. Ga je wereldwijd. Dus dan zie je wel dat naast een algemene vergadering en een dagelijks bestuur komen er ook een academische directeur. Komt er ook een strategische adviesraad. Komt er ook een accreditatieorgaan. Dus je ziet dan ook wel dat de besturingsstructuur omvangrijker wordt. Ja. Niet zozeer hiërarchischer, maar wel omvangrijker. Ja, dat is vrij logisch, zoals je het even zegt eigenlijk ook. Ja. Dat is ook nodig. Ja. Want als je je, zeker met zoveel scholen en bedrijven, je kwaliteit niet goed garandeert, dan heb je ook geen impact meer als alliantie. Dus de maatschappelijke impact die je wil hebben, gaat samen met kwalitatief goed onderwijs. Dat gaat samen met accreditatie. Ja. Maar dan is de vraag, hoe doen we de accreditatie? En doe je dat nu met vinkjes en lijstjes en een extern accreditatieorgaan, waar we hier in het onderwijs nogal last van hebben? Of zeggen, nee, onze accreditatie
is collegiale accreditatie. Ja. Waarbij scholen bij elkaar gaan kijken, dat langs de criteria leggen die wij gezamenlijk hebben afgesproken over de kwaliteit van het onderwijs. En maken we er een leerproces van. Nou, dat laatste heeft SEMS voor gekozen. Het is een leerproces van en met elkaar. En accreditatie is eigenlijk collegiale toetsing om elkaar beter te maken. Ja, dus het is, ja, het wordt omvangrijker, de besturing. Maar ook dan kan je nog kiezen, hoe vullen we dat in vanuit onze waarden van integriteit, ja. Ja. Respect, ja. Diversiteit, inclusie. Leuk. En wat zou je nou bedoelen met dat Spotify-model? Daar zit ik nog even over te denken. Dat is het idee dat je een soort abonnement hebt of zo. Maar goed, misschien moeten we dat maar eens even parkeren. Maar nou ja, kijk, wat je ziet bij of het nou Amazon is, ja. Of bol.com of Spotify. Zijn dat allianties, ja of nee? Voor mij zijn dat meer platformen. Ja, dat denk ik precies. Oh ja, zo ja. Oké, okay, heb ik even en dus het ja. Raakt wel een alliantie. Ja. Maar het probleem met die platformen, ik zou het geen alliantie noemen. In ieder geval geen waardegedreven alliantie. Nee. Daar zit een veel te hard verdienmodel achter. Nee, want eigenlijk zegt Amazon, van nu snap ik hem ook weer. Amazon zegt, nou, je kunt je spullen via mij verkopen, maar ik krijg wel 50%. En anders dan kunt u lekker op sodemieteren. Dus er zit machtsongelijkheid in. Machtsongelijkheid in. En dat is dus niet waar jij nu, die alliantie, dat gaat echt over iets anders, of iets maatschappelijks. Ja. En dat heeft niet direct een maatschappelijk doel. Ja. Het is wel fijn om Spotify te gebruiken, maar... Ja. Hey, en stel je nou voor... Ja, inderdaad, want er zijn luisteraars die luisteren via Spotify en nu naar de podcast. Hey, nou, stel je hebt nu die waarden voor ogen met elkaar. Hè? Je weet wat je propositie is, er zit energie op. Toch kan je dit samenwerken in die praktijk enorm verprutsen. Zijn er nou typische faalfactoren? In je boek noem je er een aantal, best wel heel interessant model of conceptueel model, waar we misschien zo nog heel even op komen. Wat zijn nou typische dingen waarvan je zegt, ja, daar moet je wel voor oppassen, of dat heb ik wel eens echt in de soep zien lopen? Echt die casus heel diepgaand bestudeerd. Mm-hmm. Vertrouwen blijkt in alle fasen van een alliantie blijkt essentieel. Investeren in vertrouwen, investeren in relatie, investeren in waarde, investeren in belongingness. Ja. En op het moment dat het vertrouwen onvoldoende aandacht krijgt, dan is de kans dat het gaat knersen, kraken, uiteenvallen, is heel erg groot. Kan je het vergeten? Kan je het echt vergeten. Ja. En dat vonden we zelf ook wel een ontdekking niet. Want je weet het wel. Maar je weet het ook eigenlijk niet zo scherp. Nee. Dus in het boek hebben we vier fasen van die allianties. Het begint met formeren. Mensen nemen initiatief, die willen iets. Nou, die drie mensen van de bank of die twee mensen. Daarna gaat het over funderen, stevige fundamenten. Ja, je moet wel afspraken maken op een gegeven moment met elkaar. Zeker als er meer mensen bijkomen. Ja. Nou, dan zie je het nog verder evolueren. Bij SEMS, die scholen, we gaan toch mondiaal. Ja, dat evolueert dan. En dan krijg je ook andere onderwijsprogramma's. Ja, en dan komt het aan op transformeren. Nou ja, zo'n transformatievraag is nu bijvoorbeeld, gaan we interdisciplinair, laten we dat toe, ja of nee? Ja. En dat roept natuurlijk heel veel gedoe op. Nou, in al die fasen, of het nog gaat over... Nou, funderen, het begint met vertrouwen van die mensen die elkaar vinden. Ja, dus, maar dat is nog heel klein, hè? In het vrijheidscafé. Ja, joh, dat is geweldig. Daar zit, ja, ja. Maar ja, als het dan groter wordt, dan gaat het elkaar leren kennen, elkaars achtergronden kennen, elkaars problemen kennen. Dan gaat vertrouwen heel erg meespelen, zeker in die fundatiefase, maar ook in de evolutiefase. Want het vertrouwen en het gemeenschappelijk doel overeind houden. Nou, als je dat niet doet, dan is het snel afgelopen met die allianties. Ja, dat is wel herkenbaar. Dat is ook een van de luisteraars, Chris Derboven uit België, die heeft het daar ook over. Dat ze zegt van ja, soms weet je elkaar niet, hè, dat soms in de ontwikkeling weet je niet precies wat belemmeringen zijn. Je kent elkaar eigenlijk nog niet voldoende en dan moet je ook de ruimte hebben om gedurende het proces nog bij te sturen. Maar ja, hoe vaak is er ook wel managementtaal in dat soort... Nee, dan is de trechter, hè, we gaan meer convergeren, convergeren. We moeten nu door dingen opleveren. Maar ja, als je dat dus niet doet, werken aan dat vertrouwen, dan zaag je eigenlijk aan je eigen stoelpoten. Ja, absoluut. Dus het speelt doorlopend een hele belangrijke rol. Ja.
Dus het is niet iets wat je zomaar... Okay. Ja. Ja. Maar het is ook een interessante paradox. Hè? Wat, ja, we gaan het nog over paradoxen hebben. Ja. Maar ja, een paradox is een schijnbare tegenstelling. Ik vind het ook wel eens een denkfout. Hè? Dus zo'n tekst, een reclametekst... Vertrouwen is groet, maar controle is beter. Controle is beter, ja. Nou, dat vind ik dus een denkfout. Want het zet controle boven vertrouwen. Ja, ja. Terwijl ik denk, vertrouwen is goed en controle is ook nodig. Ja. Dus, maar de kunst is, hoe kan ik die nu combineren? Ja. Dat is een paradox. Niet in tegenstelling denken, maar je zegt, het is allebei nodig. Het is allebei nodig. Ja, en dan, terwijl het raakt aan jouw ambitie, aan je visie en je missie. Ja. Hoe kan ik hem dan combineren? Het is heel logisch overigens. Ik herken dit heel erg ook in het onderwijs. Je kan je team of je collega's ontzettend vertrouwen dat ze goed lesgeven. En toch is het ook heel leerzaam als jij een keer mijn les bezoekt en gewoon eens kijkt wat je ziet en mij op het eind feedback geeft. Jij controleert eigenlijk hoe ik onderwijs geef. Niet van een zin van dat hij dat wel slecht doen, maar daar leer je van. En als je het niet doet, zie je ook dat je prestatie, hè, naarmate je meerdere jaren dan jezelfde werk doet, dan blijft de zaag niet altijd meer scherp. Dus het is en-en. Dit is hem. Ja, dit is hem precies. Ja. Maar als je hem alleen op controle zet en er komt een soort aangestelde inspecteur in jouw klas kijken hoe jij onderwijs geeft en die zegt jou daarna hoe je het moet verbeteren, dan is je werklust al snel vertrokken. Terwijl als dat is... Nou, dus ja, we dat is vertrouwen heel genuanceerd. Precies. Jongen. We hebben, even kijken, 12 paradoxen beschreven die hier echt toe doen. En als je niet weet te balanceren tussen die paradoxen, als je ze niet weet uit te houden, want soms is het ook gewoon, wow, hoe kan ik deze spanning uithouden? Verdragen, je niet kiest. Ja, dat je niet kiest. Oh man, dat is helemaal niet zo simpel. Maar zo gauw je voor een van de uitersten kiest, ontstaat de spanning op. Ik denk het. Ik denk ook dat mensen daardoor beschadigd kunnen raken. Hè? Dat zie je natuurlijk ook leerkrachten die ik zelf ontmoet, die heel erg bang zijn voor een lesbezoek. Omdat ze ooit natuurlijk een keer geconfronteerd zijn met zo'n enorme confronterende, controlerende, toch wel wantrouwende manier van observeren. Ja. En dat is natuurlijk spannend, lig je gewoon wakker van. Terwijl als je kan zeggen, nee, het is allebei. Ik vind het de moeite waard. Ja. En ik heb ook echt interesse in jou op die andere school om eens te kijken hoe je dat aanpakt. Ik vind het leuk om te weten. Dan ben je al heel anders aan het kijken naar samenwerken. Vanuit de ambitie om een emancipatiemonitor te zijn in een veilige leeromgeving. Ja. Ja. Waarbij we goed burgerschap proberen bij te brengen. Ja. En iedereen toegang heeft tot het onderwijs. Want dat is wat ons bindt. Ja. Dus daar komt die ambitie weer. Dus deze is weer van Alberda. Maar als je die dan scherp zet... Dat is wat ons bindt en dat is ons vertrekpunt. Ja. En dat doen we vanuit integriteit, respect, verdraagzaamheid en met elkaar willen leren, want dat zijn de waarden. Dan krijgt precies dat wat jij noemt. Dan gaat het vliegen. Anders krijg je eigenlijk alleen maar gedoe. Ja, en zo gauw je aan één kant van die paradox gaat zitten, krijg je altijd gedoe. Ja. Hey, en hoe zit het boek nou te positioneren in de tijd? We hebben daar in het begin al iets over gezegd, waarin je al even uitzoomde, zo even naar je werk keek, naar je oratie. Lopen over water, toch? Is het de titel? Wetenschappelijk en het samenspel, leids- en cultuurveranderingen, het leiderschapsperspectief wat je verkent, nu samenwerken. Zie je al een volgende golf opkomen? Of, ik wil niet zeggen een nieuw boek, maar als je even zo uitzoomt en je kijkt iets vooruit. Je bent natuurlijk geen waarzegger, maar toch? Ik vlieg hem via een andere kant aan. Ja. Nou, één is dat ik ben ervan overtuigd, dus dat zie ik ook echt aankomen, dat organisaties steeds meer in allianties zullen gaan samenwerken. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Dat is één. Tweede wat ik zie is dat sociale ondernemingen een grote vlucht krijgen. Dat is iets anders dan die ware gedreven allianties. Ja. Want dan gaat het om samenwerking. Maar de sociale onderneming, Tony Chocoloni bijvoorbeeld. Dus de maatschappelijke waarde ook voorop, maar winst maken kan ook. Ja, dit valt bij ook bij studenten valt dit heel erg op. Dat studenten ook zo willen ondernemen. Dus toen ik afstudeerde, dat is natuurlijk al twintig jaar geleden, was het echt van geld verdienen en dan weet je dit. Ik heb dan bedrijfskunde gedaan. Klopt. Nu is het echt anders als je studenten spreekt. Ja. Die zeggen, ik wil iets doen met recycling. Of ik wil iets doen met slim verkeers of verkeersoplossingen in Delft of zo. Ja. Nou ja, dat is wel opmerkelijk. Ik vind het fascinerend. Ja. Ik heb net een studie achter de rug over toekomstige vaardigheden. Ja. Of toekomstig onderwijsprofiel voor die samenwerkende universiteiten.
En daaruit blijkt dat het merendeel van de studenten willen een impact, maatschappelijke impact hebben. Ja, ja. Ja. En ja. Zo'n 20-30% zegt wij willen maatschappelijke impact hebben. Dat vinden wij het meest belangrijk in een baan. En 6% zegt ik vind een hoog salaris belangrijk. Maar dus maatschappelijke impact is 4 keer hoger dan een hoog salaris. En ja. Dat is een beweging die ik heel duidelijk ja. zie. Ja. Dus de Color Kitchen of de Fairphone ja. of Roots voor fietsen of Patagonia. Ja. De sociaal ondernemen. Dat is wat anders dan die alliantie. Maar is ook wel hoopvol, hè? In die zin ja. is dat wel hoopvol. Yo, ik ben daar helemaal blij mee. Ja. Want dat wat dat betreft gaat dat onderwijs gaat echt wel de goede kant op, vind ik. Ja. Dus dat is een andere trend. Oké, ja. Kijk, een van die paradoxen in die allianties is ook van, gaat het nu over maatschappelijke meerwaarde of economische meerwaarde? Nou, daar heb je hem alweer. Als het alleen maatschappelijke meerwaarde is, maar je verdient geen geld mee, dan kan je dus ook niet investeren in vernieuwing. Nee. En dan is op een gegeven moment zo'n alliantie, nou, die houdt op te bestaan. Ja. Dus het moet ook wel zelfvoorzienend zijn, absoluut. Financieel zelfvoorzienend ja. zijn. Je kan niet voortdurend je hand ophouden bij nee. een overheid. Ik heb dat ook echt geleerd van in mijn tijd bij Kerstin Smit van Paul Keursten, die veel onderneemt ook in Zuid-Afrika. Die zei, er moet een economische basis zijn voor dat wat je ja. de moeite waard vindt. Daar ja. moet je het ook over kunnen hebben, durven hebben. Ja. Ook als je onderzoek wilt doen, ook als je, hè, dus dat moet je, en dat ja. is wel een punt wat ook hierbij naar voren ja. komt. Anders is het niet, duurzaam. Anders is het niet duurzaam. En dan doe je het op discipline, maar dan hou je niet vol. Nee, het gaat om duurzame allianties wat mij ja. betreft. En dan is er dus ook een economische basis nodig om te blijven voortbestaan. Ja. Waarbij ja. je die maatschappelijke bijdrage natuurlijk voorop kan zetten. Maar je kan de anderen niet uitsluiten. Nou, nee. Dat vind ik ook een fantastische paradox. Dat kan je toestaan, en-en. En-en, dit en-en. Is ook zo'n en-en. Ja, ja, ja. Leuk. Dus maatschappelijk ondernemen, maatschappelijke allianties, sociaal ondernemerschap, dat gaan we meer zien de aankomende jaren. Ja, nou, en dan is er nog één. En we hadden het al even over die studenten. Ja. Nou, jongen, als studenten ergens mee bezig zijn, ze liggen er wakker van voor een deel. Ja. Dan is het, waar gaat het met deze wereld naartoe? Ja. Waar gaat het met ja. het klimaat naartoe? Ja. En daar is zo'n enorme drive ja. om daaraan een bijdrage te leveren. Ja. Dat nou, als je dat koppelt aan allianties, ja, dan zo'n allianties voor duurzame toekomst zijn dan naar mijn idee, ja, dat is wel een thema voor de komende 10 jaar. Ja, ja, ik denk ook, nou, dat valt mij ook wel op, ook wel boosheid, hè, ook op het er zit ook wel een vorm, maar misschien is het wel goed. Soms is boosheid ook een aanjager voor vernieuwing, ja, en hebben we ook nodig. En tuurlijk. Er zijn wel wat dingen om je zorgen om te maken, natuurlijk qua planeet en nou ja, participatie. Dat lijkt me wel. Ja. Ja, dus hey, wanneer komt je boek nou uit? Nou, in februari, denk ik. Februari, dus we hebben nog heel even om... nou, moeten we even kijken wanneer die precies uitkomt, maar leuk. En bij Boom, hè? Ja. Boomuitgevers. Ja, ja, die doen goed werk wat dat betreft. Ja. Nou, als je nu luistert, ik zal een linkje plaatsen naar de website, dan kan je er meteen naartoe. Ah, ja. Kan je er eentje bestellen of alvast vooraf bestellen, reserveren. Jaap, superleuk om hier met je over te praten. Oh ja, we gaan ook over docenten. Ja? Ja, nou... Heb je nog... Ik bedenk net ja? van... we hebben het zo over van wat studenten, maar wat mij betreft, bedoel, scholierenstaking, het is niet alleen studenten, bedoel, scholieren houden zich hier ook mee bezig. Ja. En die drijfveer van de jongeren, nou, dat maakt mij dus eigenlijk heel optimistisch. Ook blij, hè? Zo, gewoon eigenlijk al met die Youth Summit in Zweden, ja, 10 jaar geleden, dat is al hoopvol. Maar docenten doen dat ook. Ik zit nu in één keer te denken, terwijl je dit zegt, er zijn de afgelopen jaren allerlei samenwerksverbanden geweest van docenten voor beter salaris, voor betere arbeidsvoorwaarden. Die zijn zich ook aan het roeren, ook wel uit onvrede over andere, ja. meer grotere vakbonden. Dus je ziet ook wel dat op dat niveau ook wel allianties worden gesticht, hè, wat dat betreft. Heel prima dat ja. dat gebeurt. Dus het is niet alleen een boek wat van toepassing is als je een leider bent en met duurzaamheid. Je kan hier ook echt vanuit onderwijs naar kijken, vanuit ja. meer maatschappelijke ja. vraagstukken in Nederland, internationaal samenwerken. Maar ook eigenlijk student ja. die de wereld wil verbeteren. Nou ja, kijk, wat ik nu net mee bezig ben geweest. Ja, waar komt het dan vandaan? Ik weet het eigenlijk niet. Oh ja, ik dacht, het is ook wel leuk om een masterclass voor docenten te maken. Ja. Hoe je met dit boek kan werken. Ja. En dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Tof. En nou ja, als docenten dat willen hebben, stuur een mailtje, dan stuur ik het op. En dat is gewoon van, nou, verschillende hoe je op verschillende wijzen met het boek aan de slag kan. Het is echt een soort aanpak, hè? Een doornaam van aanpak. Met vragen voor studenten die je kan stellen. Oh, en gesprekken in de klas. En het lijkt Kijk. Me superleuk. Dus als je nu luistert en je wil er wat mee, dan plaatsen we even een linkje. Of je kan even via Jaap... Ja, we doen wel een linkje. Dat is een goed idee.
Leuk, Jaap. Nou, wat dat betreft super interessant. Dankjewel. Alsjeblieft. Leuk om met je over van gedachten te wisselen. Vind ik ben heel benieuwd om het boek ook in het echt te lezen. Ik heb het nu een soort voorpublicatie mogen inzien. Beste luisteraar, dank voor het luisteren. Als je vragen hebt of meer informatie wil over de podcast of een specifieke aflevering, ga dan even naar chipcast.nl. Je kan natuurlijk ook je inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan kan je een mailtje sturen naar chip. Nee, sorry, dan moet je even naar www.chipcast.nl/doe-meegaan. En dan krijg je de nieuwsbrief gratis en voor niks in je mailbox. Ik zeg altijd maar zo, wie wil dat nou niet? En tot de volgende keer. Ja, bedankt. Graag gedaan.